Oh, wat ben ik moe. Die meiden. En dan hebben we boter. Boterkoek. Zo, Mila is naar huis. En we gaan een film kijken. Ja. Oh, en dan zit ik weer te janken. Goedemorgen deze zondag. Oh, wat ben ik moe. Die meiden werden rond 3:15 even wakker. En ik lag er rond 1 in. Dus ik had nog niet echt heel veel geslapen, want ik slaap niet gelijk. En ze hebben ze allebei wel gedronken en zo. En vanaf dat moment hebben ze elke keer geslapen, gespookt, alles om en om. Noem maar op. En dat is zo doorgegaan tot 6:30. En toen konden ze helemaal niet meer slapen. Maar ja, ik heb dus ook eigenlijk bijna niet geslapen. Ik ben kapot. Marco heeft er nog wel redelijk mee geslapen. Die is 1 keer enigszins een beetje wakker geworden, maar ook niet echt. Dus die had ik wel gevraagd of hij even naar beneden wil gaan. Toen heb ik nog even een uurtje op bed gelegen en geprobeerd te slapen. Maar ja, toen kwamen ze toch tussendoor weer wat vragen en allemaal dat soort dingen. Dus ja, toen heb ik ook niet echt super geslapen. Echt zo moeite om wakker te worden nu. Maar goed, het komt wel goed. Dan ga ik proberen vanavond op tijd naar bed te gaan. Maar ik weet, dan is vanavond en dan ben ik over mijn vermoeidheid heen. Maar goed, ik ga nu even rustig opstarten bij de theetje. En mij zijn nu op zolder aan het spelen. Ik dacht, ik doe wat met ze bakken of zo. Maar voor nu waren ze zo druk ermee. Ik denk, nou, kijk zo meteen wel. En anders dan bakken van de week met Sarah. Wij gaan lekker boterkoek bakken. Koken. Koken. Oh, Sarah gaat boterkoek bakken. Of koken. En gaan wij hem bakken. Bakken. Doe ik eerst de boter smelten hoor. Dan, nee, dan gaan we toch koken? Dan gaan we boter koken. Dat is wel gek, de oven staat al aan. We moeten eerst genoeg boter hebben. Die moet boterkoek koken. Als het goed is, moet ik die laten smelten. Oh, en dit is zo slecht, maar zo lekker boterkoek. Ik doe altijd wel een beetje stukjes, want dan vind ik dat die sneller smelt. Moet kijken, we moeten 175 gram, Mila. Zij is toch de appeltje nog even aan doen, maar we kunnen toch nu nog niet. Dat is wel lief, want de appel vind je wel heel lekker, hè? 100, hoeveel? 175 moet hebben. Zoveel. Ja, want het is boterkoek. Boterkoek. En je kan hem met en zonder ei, maar zonder ei wordt hij zachter, dus lekkerder. Dus wij doen zonder ei. Ja. 57. Ja, we moeten 75, hè? Dus nu moeten kleine stukjes gaan doen. 59, 63. Ja, 62, daar zit precies tussen. Oh, nu nee, zoveel. Ja, heel veel boter in de boterkoek. 71, joh. 71. Ze zijn nu al bijna 90, ja, oh, ja, dat is wel goed. Mila, zijn nu al bijna 90? We hebben nu 177 gram. En als het goed is, 175 moet. Nee, het staat niet dat het gesmolten moet worden. Even kijken, doe de mix voor de boterkoek. De boter. Oh, het moet gewoon gekneed worden. Gekneed. Zou je dat kneden? Oh nee, dat gaat tussen mijn nagelriemen. Tussen je nagelriemen. We maken het straks wel zo in orde, dus eigenlijk moet het. Oh. Kijk, je pakt dat hiervan, dat gooi je er bovenop steeds. Maar je moet het goed doorkneden, dat de boter zacht wordt. En met je het kneed met je handen wordt het warmer. Ik dacht dat het smolt moest worden. Stel je voor dat de koek een beetje mislukt en dat alleen de boter overblijft. En dan hebben we boter. Boterkoek? Nee, dan hebben we alleen boter. Geen boterkoek. Gebakken boter. Zo, kneden dames. Kijk, bij mij is het al zo geworden. Ja. Bij mij is het al helemaal zo. Dat moet alles worden. Ga maar doen. Bij mij staat lekker.
Oh, hij is klaar. Ja, hij is heel goed gelukt. Ja, hij ziet er lekker uit, hè? En ik ben er lekker uit. Mijn beeld, qua kleur komt er niet helemaal uit. Jens, voeten, maar kijk hoe lekker die is. Gaan we proeven. Jullie hem lekker vinden. Jullie hebben hem gemaakt. Is het lekker? Ja. Is hem ook lekker? Ja. Zo, Mila is naar huis. En we gaan een film kijken. Ja. Hachi. Bijna iedereen kent die film, denk ik wel. En we hebben nog boterkoek. Die gaan even rustig aan, mevrouw. Mag ik de, nee, ik wil hem door het midden doen. Ja, oh ja, maar kijk uit, want ik kan duik alles onder. En boterkoek is best wel vettig. Dus even kijken. En ik heb natuurlijk echt niet heel veel geslapen. 2 keer een uurtje ongeveer. Dus ik zeg, nou, dan gaan we even film kijken. En wat we wel vaker doen natuurlijk, dan zetten we een alarm ergens. En dan gaan we 1 of 2 keer hebben even een pauzetje. Nou, deze film duurt 1,5 uur. Dus dan dacht ik, doen we per 1/2 uur, zeg maar, een pauze. Nee, 1 uur en 32 minuten. Ja, maar dat is 3 keer 30 minuten ongeveer, zeg maar. Het is 3 keer 1/2 uur, 1,5 uur. Je weet toch dat 1 uur 60 minuten is? Ja. Dan is 1/2 uur toch 30 minuten. En wat is 100 humans? 100 humans? Oh, 100 humans. Life questions answered. Ja. Ik weet verder niet wat het precies is. Maar goed, Hachi is zo leuk. Die zit op het toilet. Ja, maar ik weet verder ook niet hoe of wat, schat. Dus we gaan nu even Hachi kijken. Daar hebben we die eindelijk gezien, want dat zei ik al zo lang. Het is wel een beetje een verdrietig film, maar wel een hele mooie verdrietig film. So, even if Columbus got lost and wasn't the first to discover America, he's still my hero. He was really brave to sail such a tiny ship over a really big ocean. And because of him, we get Columbus Day off of school. Het is 4:30 pas. Zijn ze nog even buiten spelen? We hebben die film net gekeken. Oh, en dan zit ik weer te janken. Sarah ook, maar die wil dat niet. Want die vindt dat voor een klein kindje. Ik zeg, maar mama moet ook huilen. Daardoor ging ik juist meer huilen nog. Om te laten zien dat dat best wel oké is. En nu ben ik mijn boodschappenlijst voor de picknick aan het maken. Maar ik heb voor 4 dagen eten verzonnen. Morgen ga ik nog naar de Jumbo en woensdag komt de picknick dan. Maar ik weet niet wat ik vrijdag wil doen. Echt, af en toe loop ik echt vast. Dus wat ga ik doen? Maar je kan pas vanaf €35 bestellen. En daar zit ik gewoon nu niet aan. Dus ik moet het gewoon echt verzinnen. Of ik moet nutteloze dingen gaan bestellen om een plekje te hebben. Maar dat wil ik ook weer niet. Dus ja. Het is weer Bodytijd. Mijn Body wil niet zo knuffelen vandaag. Als ik hem op schoot zet, dan is hij weg. Je bent een beetje schrikachtig. Je ziet je een beetje slecht. Terwijl echt alle lampen staan aan. Body, ga je weer wassen? Je bent zo schattig. Ga je koppie maar wassen. Koppie was tijd. Hij heeft heel druk met zichzelf wassen vandaag. Ja, een beetje ontkennen dat ik er ben. Waar ben je dan, Bodhi? Hij heeft er geen zin in. Ga je koppie wassen? Ga je koppie wassen? Ja. Oh, je bent zo cutie pie. Ja. Je bent een liefje. Wij gaan Married at First Sight kijken. Hoeveel was dat? Jij zit schoon zo. Zo. En ik heb stokbrood. Mark is ook stokbrood aan het bakken. Maar je dacht, we doen er ook even een groep op bij. Ja. En dan heb ik ook gelijk dat ik iets anders nog te doen. Ik heb honger. Echt waar. En nu is het weer tijd om naar mijn bed te gaan. Echt belachelijk. Er staat al een mega felle lamp. En het blijft donker in beeld. Maar goed. Ik ga lekker slapen. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!